Goedemorgen. Ik ga weer weg uit het prachtige, hete Bangkok. En ik vlieg over 2 uurtjes naar Hongkong toe voor de eerste keer. En dan vlieg je met een van de mooiste businessklassen ter wereld, namelijk die van Emirates. Ze hebben ook een bar, gewoon een bar in de lucht. Dus misschien wagen we wel een drankje op, maar ik ga jullie lekker meenemen en laten zien hoe het nou is om businessclass te vliegen. Dus veel plezier met kijken. Ik ga onderweg naar Hongkong. Let's go. Thank you, brother. Is dat? Sir. Bye-bye. Oké, dus dit is de stoel. Dat is hier lekker voor ruimte en privacy. Kan je ook dan even liggen als je wilt. Zelfs slapen. Tabletje, klein, hoekkastachtig iets. En wow, gewoon 2 ramen voor jezelf. Perfect om gewoon die lengte reis te Deze vlucht zodat je gewoon perfect kan werken. Vaak verdien je het ook nog wel terug. Ga gewoon op een mountain werk dat je kan doen. Zal ik ze even precies laten zien hoeveel het nou was. Ik had het in de vorige video al verteld. En de chill is ook nog dat je unlimited gratis drinks hebt. We kunnen helemaal losgaan als we willen. Er is vaak ook gewoon goede review op deze vluchten. Dus ik kan nu gewoon 4 uurtjes lang werken. En we krijgen gewoon echt wel veel gedaan. Mijn headphones zullen focussen. Misschien nog even naar een bar. Dus ik ga wat e-mails doen. Wat designs. Wat ads launchen in deze 4 uur. En hopelijk heb ik dan wat vlucht terug voor iemand. Ik wilde niet drinken, maar je krijgt er unlimited cocktails. En met mijn eten krijg ik volgens mij ook wijn of champagne of zo. Het gaat nog wel een leuke vlucht worden. We hebben nog 2 uur of zo te gaan. En straks komt de main course, lekker kip. En het is best wel uitgebreid, vind ik. Ik heb net even gekeken trouwens. En ik heb voor de vlucht in economy voor €50 betaald. En toen heb ik €300 betaald voor de Great Mart. Business class. Dus in totaal heb ik maar €450 betaald, maar dat was hem zwaar waard. Ik denk dat ik wel bijna weg heb gedronken aan gratis cocktails en aan het eten dat ik zo krijg. En aan het werk dat ik heb kunnen doen. Dus voor mij is het 100% worth the investment. Keep an eye out. Alright, we zijn aangekomen in Hongkong. Het regent alleen fucking hard. Ik heb vanavond nog een meeting, dus ik hoop niet dat het blijft wezen, maar we gaan er het beste van maken. Vlucht was super chill, zoals je kon zien. Ik ga zo een taxi pakken naar mijn hotel en dan ga ik even kijken wat ik hier de rest van de week wil. Right, het was hem dan. Volgens mij is Hongkong nog het enige land ter wereld waar je een mondkapje moet dragen. We zijn door de corona-check heen. Ik heb zo stom toen keycourtje, maar ik ben in ieder geval doorgegaan. Zo, met mijn eigen 1000 checks en allerlei keycords en coronatesten ben ik er doorheen en is het tijd om naar mijn hotel te gaan. Het was een super chille vlucht. Ik ga jullie niet veel van Hongkong laten zien in deze video, maar in de volgende. In ieder geval bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie in de volgende video. Later.